Hallo! Leuk dat je kijkt naar eindelijk weer een nieuwe weekvlog. Ik heb helemaal weer zin om te gaan weekvloggen, lekker te kletsen tegen jullie, want dat mis ik echt. Ik maak af en toe wel eens van die dagvlogjes op TikTok, maar dan kan ik net niet even lekker kletsen. En dat vind ik zo leuk. Dus, nou, bij deze. Helemaal leuk. Ik ben om boodschappen geweest. Ik heb mezelf al een beetje klaargemaakt, zoals je ziet. Om boodschappen te doen en om me gewoon wat productiever te voelen, want ik merk dat het helpt. Maar ik zal gelijk even mijn outfitje laten zien. Want ik heb dit vandaag aan. Deze had ik voor buiten aan natuurlijk. Dit leuke trenchcoatje in het leer. Mega leuk. Ik heb gewoon een zwarte cropped hoodie eronder. Dan moet ik nog even een andere voor zoeken. Want deze is een beetje aan het... Ja, die is een beetje verwassen en niet meer zo mooi. Dus als jullie een tip hebben voor een cropped hoodie, hit me up. Ik moet de spiegel afdoen, zie ik. Want dat zie je altijd zo lekker met zwart. En ik heb deze jeans aan van H&M met Lee toen die samenwerking. Oh my god, de kat is alles aan het slopen. En ik heb deze nieuwe sneakers aan van Nike. Zijn leuke zilveren. Heel tof zijn die. Kijk, en deze man is ondertussen mijn hele mat aan het slopen. Nou, die zal zo meteen weer wel terugkomen, want ik ga zo meteen stofzuigen, vriend. Dus dan ben jij niet blij, hè? Nee! Dat is dus Mo. Die hebben jullie helemaal niet gezien. Volgens mij nog niet. We hebben een kat. Het was een kitten. Ik zal eventjes kijken of ik nog wat schattige beelden van Mo kan vinden. Vast wel. Toen die kitten was. Kijk eens wie we hier hebben. Het is Mo. Mootje. Hé? Hey. Ja, ik ben wel een beetje nieuwsgierig, dat dacht ik al. Ja, het is nou nog wel een soort van kitten, maar hij is gewoon al zo groot. Ik vind het zo heftig dat hij ineens al zo groot is. Maar goed, de streken van een kitten heeft hij echt zeker nog wel. En het is natuurlijk nog gewoon een klein kind. Oké, ik moet eventjes mijn mat gaan redden, want anders dan hou ik helemaal niks over. En ik zal eventjes laten zien wat ik voor boodschappen heb gehaald zometeen, als ik hem dus even... Wat doe jij? Wat doe jij? Die mat die lag gewoon netjes. Nou zie ik wel dat er ook heel veel zand onder die mat ligt. Dus eigenlijk is het wel goed, want ik ga zo meteen stofzuigen. Maar doe nou eens even rustig! Oké, nou ik zal gelijk even lekker de boodschappenrol doen. Ik ben lekker bij de Jumbo geweest. En ik heb echt dingetjes voor ontbijt, lunch. Dat soort dingen, want we hebben sinds kort bij HelloFresh elke week. Wat ik heel chill vind, want dat. Ik vind het fijn dat het gewoon geregeld is en dat ik daar niet meer over na hoef te denken. Want mijn brein kan dat niet aan. Ik heb rucola bij voor de lunch en voor de salade vanavond. Ik denk dat ik salade ga maken met geroosterde paprika reepjes heb ik nog. Ik hou daarvan. Dan heb ik zo'n vloerbrood. Van Laplace, die zijn echt heel lekker. Dit is dubbel donker volkoren. Dan heb ik Vanish Oxy Action. Die moest ik even halen, want ik had echt niks van dat soort vlekkenverwijderaar in huis. Ik ga overnight oats proberen. Ik ben heel benieuwd. Want die wil ik eigenlijk als lunch middags gaan eten op mijn werk. Ik heb nu, eigenlijk neem ik altijd skyr en krusli mee. Volkoren krusli. Maar ja, ik... Ik zie altijd receptjes voorbij komen met havermout. Die overnight oats. Dus ik denk, dat lijkt me echt fantastisch. Met appel en zo. Ik heb chiazaad ook bij voor daarin. En ook cacao nibs. En ik zie dus altijd receptjes voorbij komen met Griekse yoghurt en amandelmelk. Ik heb dit nog nooit op. Maar het lijkt me best lekker. Het is een beetje een nootachtige smaak schijnbaar.
En dit is gezoete amandelmelk, dus dan maakt het ook net even iets zoeter. Dan heb ik nog parmham bij, ook lekker een mozzarella, want ik wil zo meteen lekker even een broodje bouwen. Of voor van de week, want ik heb nu nog lekker een avocado die echt perfect is volgens mij. Dus ik ga denk ik lekker een broodje met avocado en opgekookt of gebakken ei maken. Ik heb opbak aardappeltjes voor vanavond. Dit is weer een nieuwe, is met schil, lijkt me heel lekker. En bij de salade en de aardappeltjes eten wij slavinkjes. En het was echt top. Ik weet niet of ik jullie, als jullie bij de Jumbo shoppen, moet je echt gebruik maken van die Jumbo Extra's pas. Want ik had dus vandaag 5 euro korting. Ik kon gewoon mijn punten inleveren, dus dan spaar je gewoon lekker door. En dan kun je dus inderdaad soms 5 euro korting op al je boodschappen. Of je hebt soms gratis producten en zo. Moet je maar eens even in de Jumbo Extra app kijken. Echt top. Ik ga dit opruimen en dan ga ik gelijk eventjes wat eten, want het is inmiddels volgens mij alweer wel 12 uur of zo. Tot. Tell me you have hello fresh without telling me you have hello fresh. Nog nooit gebruikt. Rode wijnazijn en witte wijnazijn. Maar ik heb hem deze week als goed is nodig. Dus ik ben benieuwd. Het is voor een salade volgens mij. Dit is volgens mij iedereen die een keer hello fresh heeft gebruikt en het staat dat je dit in huis moet halen. Die heeft het waarschijnlijk nu ergens achter in zijn kast staan. Ik heb net gestofzuigd en ik ben vandaag echt all over the place in mijn hoofd. In een van mijn laatste vlogs volgens mij, in mijn laatste, ja, Mo zit hier trouwens. Kies. In een van mijn laatste weekvlogs had ik verteld dat het toen niet zo heel lekker met mij ging volgens mij. En ik heb nu een traject aangevraagd om zelfs te testen op ADHD en voor hulp voor oplossingen en dat soort dingetjes, zodat ik er beter mee kan leven. Maar ik heb vandaag echt weer zo'n dag dat ik alles door elkaar doe. Mijn hoofd is echt één grote mes. Ik heb net gestofzuigd en boodschap gedaan. Dat is het enige wat ik vandaag gedaan heb volgens mij. En gegeten, want het moet bij mij op mijn lijst. En mezelf klaargemaakt en opgemaakt en dat soort dingen. Ik krijg gewoon even niks uit mijn handen meer. Terwijl ik moet nog een was aanzetten. En ik moet mijn kledingstil voor vanavond filmen, want die wil ik vanavond online zetten. Daar heb ik ook al gecommuniceerd. En ik zit hier op die bank en ik weet gewoon even niet waar ik moet beginnen. Ik denk dat het nu slim is, want Arno is zo meteen thuis om eventjes gewoon wat te drinken samen met hem. We hebben nog taart van gisteren die we gekregen hebben van mama. Want die had taart gebakken. Ik denk dat ik dat maar eventjes ga doen. En dan even kijken hoe ik me voel. Want anders dan skip ik die kledingsale. Want ik weet even niet hoe ik dit moet doen. Leuke eerste vlog bijna met tranen in mijn ogen. Maar goed, dit hoort er ook bij. Ik vind het dus echt heel lastig om hiermee om te gaan. Want ik ben echt, ik weet niet hoe ik nu zo ontzettend moe kan zijn. Ik snap het gewoon niet. Ik heb gewoon, mijn ogen doen gewoon zeer. Ik heb vannacht denk ik, 7,5 uur geslapen. Dus dat moet eigenlijk wel prima te doen zijn. Niet dat je echt zo moe bent. En dit weekend ben ik niet gaan stappen of zo, of dat soort gekke dingen. Want ik hou er sowieso al veel meer rekening mee. Want ik heb gewoon veel minder sociale dingen plan ik in mijn weekend. Veel minder naar feestjes en dat soort dingen. Want ik trek dat gewoon niet. Want dan heb ik dus eigenlijk dat ik zo op de bank zit. Maar nu heb ik het dus zo, terwijl ik dit weekend niet echt veel gedaan heb. En daar baal ik dan extra van. Want ik hou er dus rekening mee. En
Het komt gewoon echt niks uit mijn handen. Het is gewoon echt, het voelt als, echt als een heel groot accomplishment dat ik al gestofzuigd heb. Omdat ik me dus zo moe voel. Terwijl, hoe moeilijk kan het zijn om even stofzuiger te pakken en even je huis te stofzuigen. Maar in mijn hoofd schijnbaar heel moeilijk. En ik vind dat soms echt nog lastig om te accepteren. En ik hoop gewoon dat ik snel hulp krijg, want ik sta vanaf... Sinds mei sta ik al op de wachtlijst. Maar ik moet, omdat het ADHD is, duurt het veel langer, geloof ik. Dus tenminste, omdat ik daarvoor getest wil worden, dat is weer een speciaal traject. Dus ja, top. Ik zit er even doorheen. Maar goed, ik ga gewoon eventjes wachten op Arno, want die is elk moment thuis. Waarschijnlijk even janken, want daar heb ik zin in. Taart eten. En dan hoop ik dat ik weer even nieuwe energie heb, want... Mijn goede. Wij hebben net avond gegeten. Ik heb de kledingstel uitgesteld, want dat ging niet. Dus ik heb mijn eigen de mama niet gelegd. Dus nu ga ik eventjes lunch maken voor morgen. En ik wilde heel graag van die overnight oats proberen. Dus ik begin met de avondmaak. Er moet 40 gram in. Dan 80 milliliter yoghurt. Griekse yoghurt heb ik gepakt. Oho. Zo, dat is knap. In één keer goed. Oh, dat vind ik irritant. Ze hebben tegenwoordig niet meer zo'n dekseltje erop. Dat is wel beter voor plastic, maar nu zit ik met een dekseltje waar die goed dicht gaat. In de koelkast, dat vind ik niet zo fijn. Maar goed. Een eetlepel chia staat ook nog. Ik doe alles door elkaar. Het gaat nou wel mis, maar goed. Ik denk niet dat het heel veel uitmaakt. Hier zou die wat meer smeuïger voor moeten worden. Zoiets denk ik. 160 milliliter. Zo, dit is echt veel volgens mij. Nu ga ik het even roeren. En ik zit te twijfelen om nu al een appeltje erbij te doen. Of morgen, maar ik denk dat ik het morgen doe. Want ik vind iets van crunchy er doorheen wel lekker. Oh, en ik wil nog kaneel. En koek- en speculaaskruiden er doorheen doen. Nu gaat het zo in de koelkast. En dan heb ik vanmorgen neem ik een appel mee naar mijn werk. En ik heb van die, dat lijkt me ook heel lekker er doorheen. Cacao nips, want die zijn ook een beetje krokant natuurlijk. Dus dan heb je wel nog even een bite. Want ik denk dat het anders een beetje te kleffig wordt. Ik hou wel in ieder geval een beetje van een bite er doorheen. Dus nou, we gaan het zien morgen. Good morning, het is vandaag donderdag en ik ben vandaag weer lekker vrij. En mama die is bij mij, want we gaan eventjes plantjes in de tuin planten. Vanuit mama's tuin. Ik heb zondag een plantje uitgezocht, dus die gaan we nu eventjes in onze tuin planten. Kijk, deze plantjes komen er allemaal in. Dus dat gaan we nou eventjes doen. Kijk, volgens mij is hij nog bezig. Maar helemaal mooi. Kijk eens, we hebben helemaal een tuin. Ik ga er helemaal plat van praten. En dan komt er voor de containers komt er nog een wand, zodat je dat een beetje, zodat we het een beetje af gaan schermen. Helemaal leuk zo. Dan mag het gaan groeien, hè? Good morning. Het is maandag en ik heb hier alweer een week niet gesproken. Maak er even een 2-weekse vlog van. Vorige week zat ik weer niet helemaal lekker erin. Dus ik denk ik ga gewoon het even laten liggen en gewoon weer bij jullie terugkomen. En nu ga ik mijn haar weer kleuren. Ik wil het weer een beetje... Wat is het? Een beetje ginger. Nou schat, wat wil jij? Wil je ook op de vlog? Kom eens! Ja, kom eens! Kom eens!
Ik kon niet mee kapot. Nee. Ik weet niet wat hij wil. Dus, ja. Ik ga mijn haar dus kleuren. En nu zag ik deze Milkshake Color Whipped Cream. In Rose Brown. Dit is eigenlijk een tijdelijke kleurspoeling-achtig. Maar dit is dus een soort mousse en die moet je in je haar doen. En dan geeft het dus die kleur. En dan is het volgens mij na twee keer spoelt het helemaal uit. Volgens mij, als ik het goed heb. Dus en ik wil toch mijn haar deze kleur. Dus als het nou erin blijft zitten. Maakt het mij ook niet zo heel veel uit. Maar dan moet ik gewoon even een kappersafspraak maken. Maar dan kan ik het gelijk testen voor jullie. Ik ben heel benieuwd namelijk. Het zag er online heel top uit. Dus ik ben benieuwd. Ik heb deze kleur alleen nog niet zoveel voorbij zien komen. Dus we gaan zien wat het gaat doen. Ik kom net uit de douche, dus het is gewoon vers gewas haar. Handschoen heb je nodig. Dus dit ga ik eventjes in mijn haar doen. Met één handschoen. Dan kan ik even laten zien wat die mousse doet. Oh my god, dit is zo cute. Dit is fantastisch. Oké, kijk. Je ziet al wel een beetje dat dat oranje er tussen komt. Maar ik vraag me wel af hoeveel ik nodig heb. Deze kant is wel echt gelijk goed gedekt. Ja, ik denk dat die lichte plukken... Dat die sommige gewoon wat lichter houdt. Dat kan natuurlijk ook. Oké, nu ga ik het feunen. En als het een beetje 90% droog is, ga ik eventjes met mijn ronde feunborstel erop. Zodat ik het ook gelijk in model kan brengen. Ben benieuwd. Het ziet er nu al goed uit. Zo, ik had even paniek. Ineens ging het brandalarm af. Maar ik denk door de warmte van mijn feun. Ik heb dat nog nooit meegemaakt. Oké. Looking good. Ik ga eventjes in het daglicht staan, dat jullie het ook een beetje zien. En ik zal doen. Dit is het eindresultaat. Ik vind het op zich wel mooi. Ik zie alleen wel dat sommige plukken gewoon minder goed pakken dan andere. Maar gaan we even opmaken en dan ga ik even kijken. Ik ga eventjes lunch maken. Ik heb nog lekker dingen hier. Dus ik heb ook een weekendlunch. Helemaal zin hierin. Ik ga lekker broodje cadeaukorst eten. Dit is echt de beste combi ooit. Wacht. Knakworstjes met mayonaise, ketchup en mosterd. En dan gebakken uitjes eroverheen. Ik heb een pakketje binnengekregen. Ik heb een broek besteld bij Goods & Gusto. Een zilveren. Oh, wat leuk. Hoi Hilde, heel veel plezier van je broek. Goodsandgusto.com. Het wordt dus een beetje zo'n plissé-achtig stofje. Dacht ik. Maar, nu weet ik niet of dit het wel is qua stof voor mij. Maar ik ga hem eventjes proberen zometeen. Wie is dat? De bureau. Oh, je hebt ook make-up besteld. Bij Shein. Dit zijn kleren. Leren shortje. Dit shortje. Ziet er wel leuk uit. Ook met die stukjes aan de zijkant. Wel een steeksokje. Is meestal niet mijn modelletje. Maar had niet van die plooitjes en zo. Is best wel een basic broekje. Dus ik ben heel benieuwd. Ik trek dit zo meteen wel eventjes voor jullie aan. Dan kunnen jullie lekker even kijken. En ik ook. Een top heb ik hier in zwart. Nou, deze top dus. Heeft zo'n leuk patroontje erin. Laat ik zo meteen ook even aanzien. Veel makkelijker dan dit zo te laten zien. Dit rokje. Ziet er wel groot uit. Welke maat heb ik hiervan? Ik had deze eigenlijk besteld voor Oktoberfest. Met een gewoon een wit blouseje erop. Een beetje een one shoulder. Of one shoulder niet, een off shoulder topje. En dan gewoon dit rokje. Dan is het niet te oktoberfestig, want volgens mij gaat niemand verkleed. Dit is zo'n binnenste buiten gedraaid, hoe kan dat? Topje. Oh, dit is een mooie kleur. Dit is ook gewoon een mooie kleur voor zo. Nee!
buiten gesloten. Deze. Die hoort bij, die wil ik onder een strapless jurkje doen. Maar dat is helemaal leuk met pailletten en van die dingetjes aan de onderkant. Die komt ook nog binnen deze week, hoop ik. Mooie kleur. Gewoon mijn stofje. Ga ik zo meteen ook wel eventjes aandoen met een zwarte BH. Misschien een hemdje eronder. Maar goed. En dan die pruiken van Shein. Fantastisch. Ja, ik vind deze kleur vind ik eigenlijk nog mooier dan mijn eigen haarkleur nu. Of, dit was een kleurspoeling, dus ik kan wel natuurlijk vragen aan de kapster of dat ik deze kleur haar mag. Ik ga even laten zien waarom die pruiken van de Shein dus zo fantastisch zijn. Er zit gewoon een binnenwerk in en je kunt dus, hier heb je van die lusjes, kun je dus gewoon die er zo in doen, in hoe strak je hem wilt. En het zijn gewoon echt hele goede pruiken. Ach, die plukken hier ook. Nou, goed. Het gaat even om het idee, want ik ga het nu niet helemaal borstelen. Ik weet niet of dat ik de poddy leuk vind. Bij mij. Ik vind het denk ik iets too much. Oké, ik ga hier dus nog even over nadenken, want ik heb dus nog een andere pruik in deze kleur. Nou, dit was dus niet helemaal hoe ik deze zilverbroek in gedachten had. Ik wilde gewoon dat hij helemaal los zat, zoals de vrouw op dat fotootje, maar zit mega strak bij mijn buik. Ziet er niet uit. Dus die gaat weer terug. Helaas. Ik vind zo'n zilverbroek wel leuk, maar ik vind ook wel de kwaliteit, denk ik, voor ja, op Shein kan ik ook wel zoiets vinden, zeg maar. Zo'n goede stof is het nou ook weer niet. Dus misschien dat ik daar eens ga kijken gewoon. Dan dit shortje. Zit ook niet helemaal zoals ik wil. Dus die gaat ook terug. Maar ik denk, laat even zien hoe leuk het is als je een goed leren shortje hebt. Is echt perfect. Leuk met die leren laarzen. Die zal ik trouwens even beneden in de beschrijving linken. Daar krijg ik heel veel vragen naar. Outfitje is wel leuk, maar broekje niet. Ga terug. Nou, dan dit broekje. Dit is echt geen succes. Deze is veel te groot. En ik vind hem ook echt vrij lang. Dus aangezien toch niemand in oktoberfestkleding gaat, ga ik dat ook zeker niet doen. Deze gaat ook terug. Dit vind ik wel echt een heel mooi topje. Die kleur is echt prachtig, zoals ik net al zei. Ik heb gewoon nou een zwarte BH onder. Ik zou daar wel een hemdje onder doen als ik hem zo aan zou doen. Maar hij hoort dus voor onder een jurk. Dus moet ik even kijken of dat hetzelfde groen is een beetje. Of dat dat in ieder geval bij elkaar staat. Maar ja, hij past gewoon goed. Zit lekker wel stretch in. Misschien zelfs nog wel leuk met een giletje erover. Gewoon voor zo. Wel fris. Maar voor stappen bijvoorbeeld of zo. Dit topje is echt helemaal geweldig. Dit is echt een leuke... Oh, nou zie je het stofje patroontje er ook in. Echt een lekker stretchy stofje is dit. Ik heb hem volgens mij... Had ik hem nou nog extra groot genomen? Weet ik even niet meer. Maar je kan hem dan ook nog zo... Of een shoulder dragen. Als hij het doet. Ja, nou in ieder geval je snapt wat ik bedoel. Dus ook nog wel leuk. Ik denk ook dat hij heel leuk is. Gewoon zo op een spijkerbroek met een zwart giletje eroverheen. Ik vind dit wel heel tof. Makkelijk topje voor. Ook voor het stappen of zo. Ik ga even de deur uit, want mama heeft appelflapjes gemaakt. Dus ik ga even lekker een appelflapje eten. En dit is wat ik aan heb. Ik heb die plissébroek aan van net. Kon je niet goed zien. Die grijze trui, die heb je, had ik net ook al aan. Onder die, dat giletje. Heb ik deze leuke blazer aan. En dit heel leuke sjaaltje. Ik wil eigenlijk gewoon mijn muts erbij doen, maar het is echt nog niet koud genoeg daarvoor. We gaan wel even aan jullie laten zien. Kijk nou, leuk! Helemaal matchy matchy. Maar het is daar echt nog een beetje te warm voor, helaas. Dus deze combinatie komt nog. Ik ben weer terug van ouders. En ik heb lekker appelflappen meegekregen. Ook geluid aan. En nu ga ik lekker koken. En ik had nog één hele fresh maaltijd. In de koelkast liggen van vorige week. Maar ik zag net dat die kip niet meer goed was. En ik heb rook eraan. En het was ook echt niet meer goed. Dus die kip heb ik weggedaan. Ik heb gisteren eigenlijk pasta carbonara met ossa's eten. Maar dat was toen niet van gekomen.
Want we hadden gistermiddag een verjaardag en we zijn nu daar. Dus die ga ik nu maken. Dus dat even lekker vanavond. Ik heb hier nou spekjes in zitten en knoflook. En ik ga daar spaghetti bakken. Bakken, koken. En hier gaan zo meteen de ossaasjes in. Ja. Ik maak dus extra spaghetti carbonara. En dan eten we vanavond ossaas erbij en morgen gewoon zo met salade. Vanavond gewoon met ossaas. Helemaal zin in. Deze shitload aan deze van de zo'n kaas. Goed. Dat is van de beers. Ik wil gewoon lekker veel. Heel veel. Dit is spaghetti. Carbonara, die is helemaal klaar nu. Kijk maar hoe dit eruit ziet. Heerlijk. En lekker. Ossaas erbij, een stukje erbij, heerlijk. Ik ben de vlog aan het editen en ik zie dat ik helemaal geen einde heb gefilmd. Dus bij deze, ik hoop dat je de weekvlog leuk vond. Laat het vooral eventjes weten als je hem leuk vond. Doe even een duimpje omhoog en hoop ik jou volgende keer weer te zien. Doei!